We gaan kijken naar deeltijd en voltijd. Nou ja, werk, baan. De termen worden vaak door elkaar heen gebruikt. Het is wel belangrijk om eerst even ook de Engelse benamingen te doen. Deeltijd noemen we ook vaak part-time. En voltijd is vaak fulltime. En die begrippen worden vaak aangeduid om aan te geven hoe mensen werken. Bij een parttime baan dan werk je minder dan het volledige aantal uren. En nou ja, de naam zegt het al, bij een fulltime baan werk je precies het volledige aantal uren. En dat is een beetje afhankelijk van het aantal uur wat er in een bedrijf gewerkt wordt. Er zijn bedrijven waar mensen 36 uur per week werken bij een fulltime baan. Meer werken is dan niet toegestaan. Het kan ook wel eens 38 zijn en ook wel eens 40. Maar ja, werk je in een bedrijf waar 40 uur het standaard aantal uur is voor een baan, dan heb je een fulltime baan. En als het bij het bedrijf 36 uur is, dan is dat het maximale aantal. Nou ja, iemand die parttime werkt, werkt dus minder dan het aantal uur. In dit geval bijvoorbeeld 25, dan heb je dus een parttime baan. En je kunt dan ook nog uitrekenen hoeveel procent je zou werken. Maar in principe komt het erop neer dat deeltijd, oftewel parttime, minder is dan het volledige aantal uren wat er in het bedrijf wordt gewerkt. En bij een fulltime baan werk je het volledige aantal uren.